Wat ik met het boek wil bereiken, dat heb ik eigenlijk verwoord in een gedicht. Dat ga ik nu voorlezen. Het heet Op dit moment. Op dit moment is dat wat geweest is voorbij. Of je tevreden bent of niet, je laat los wat je niet veranderen kan. Op dit moment kies je hoe je verder gaat. Laat je jezelf aan anderen zien, lach je als je blij bent, laat je je troosten als je verdrietig bent, zeg je nee als je iets echt niet wilt en spreek je je uit als je boos bent. Op dit moment vertrouw je op je gevoel en luister je naar je verstand en naar wat je wilde. Je stemt af op de mensen om je heen. Je hebt de moed om te staan wat waardevol is voor jou. Je twijfels laat je gaan. Je voelt je eigen kracht. Op dit moment heb je misschien even geen zin. Je houdt je mond of speelt een rol. Je moppert, zeurt of doet maar wat. Je bent een mens en straks, op dat moment, neem je de gevolgen. En is er een nieuw moment waarop jij zijn mag wie je bent.